Voorlichters en veldonderzoekers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn getraind om landbouwers te begeleiden bij het telen van gewassen. Deze training heet de Farmer Field School en wordt in samenwerking met de Food and Agriculture Organization FAO gegeven. De getrainde LVV-medewerkers hebben daarna onder toezicht van hun trainers twee groepen landbouwers op het veld begeleid. Dit geschiedde aan de Javaweg te Lelydorp bij de stichting WIUMA. Trainer en vertegenwoordiger van FAO, Narin Gayadin, vertelt meer hierover. We hebben twee groepen farmers hier. Een groep is uit Powaka en een groep is uit Mata. En gezamenlijk doen we dan een farmerfieschool hier in cassaveproductie, waarbij we twee variëteiten hebben. Drie herhalingen, dus het is statistisch opgezet. Het bedoelt dat het eind van de rit ook de opbrengsten vergeleken moeten worden en de kosten die gemaakt zijn. Dus het concept houdt in, we hebben farmers practice. We hebben best practice. En bij best practice is het zo dat we de beste dingen die FAO voorschrijft toepassen. En dat vergelijken we met die, gaan we aan het eind van de rit vergelijken met de farmers practice. Hoe groot is de groep exact? Voor die voorlichters, voorlichters en onderzoekers van LTV gaat het om 21 mensen. En ze zijn uit verschillende resorten afkomstig. Ik denk ook zelf uit Saramaka. Saramaka, Wanica en Paramaribo en Para ook hier. En van die farmers, ik denk dat het om 15 farmers gaat, want die groep was steeds groter. Hè? Dus het is, ze zijn enthousiast. LVV-minister Rebin Permisser oriënteerde zich ook op het veld. Hij is ontzettend ingenomen met het initiatief en is zich ervan bewust dat er nog meer moet worden gedaan voor de landbouwsector. Ik ben ervan bewust dat heel wat boeren klagen, dat ze telefoontjes plegen, dat we nog niet adequaat responderen. Laten we geen doekjes omwinden. Hoe gaan we dat aanpakken? Er is wel wat, nog niet op een ideaal niveau in de kustvlakte. Maar in de districten binnenland hebben we nog weinig. En dat, daarom heb ik dit aangegrepen om die statement ook te maken. We gaan in Para uitbreiden. We gaan beginnen in Brokopondo. Maar ook in enkele dorpen in het binnenland zijn we bezig. En als ik me niet vergis hoor, in de naam, dan is het de Guyaba dat we prachtige dingen hebben gedaan. En dan merk je dat landbouw bij uitstek een gebied is waarbij je als je praktisch te werk gaat, stap voor stap al met kleine dingen heel wat goeds kan bereiken. Uiteraard komen grote investeringen. Maar ik zeg altijd step by step. Minister Rebin Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij vandaag bij de afsluiting van de training Farmer Field School, waarbij voorlichters en veldonderzoekers getraind zijn om landbouwers te begeleiden.